Welkom bij de Grower Workshop. Vandaag laat ik je zien hoe je het Tempesta 250 Cosmopolitan douchesysteem met de hier getoonde ronde hoofddoucheversie in 5 eenvoudige stappen installeert. Eerst laat ik je zien welk gereedschap je hiervoor nodig hebt. De doos bevat de thermostaatkraan met alle bevestigingsonderdelen. De glijstang, de douchearm, de hoofddouche en de handdouche, inclusief doucheslang. Trouwens, het is handig om de bijgevoegde instructies tijdens de installatie erbij te houden. Nu beginnen we met de installatie waarbij we starten met de S-koppelingen. Een tip om goed van start te gaan. Bevestig de S-koppelingen eerst zonder afdichtingstape en controleer in welke positie ze staan, zodra ze tussen de 36 en 42 mm uit de muur steken. Dit zorgt ervoor dat de rosetten later perfect aansluiten op de muur. De afstand tussen de twee S-koppelingen moet 150 mm zijn. Markeer vervolgens hun posities. Verwijder daarna de S-koppelingen en dicht ze af. Draai ze vervolgens weer vast met een verstelbare moersleutel, totdat de markeringen op één lijn liggen. Zorg ervoor dat je de rechter- en linker S-koppeling niet verwisselt. Controleer de S-koppelingposities met een waterpas. Doordat je de S-koppelingposities gemarkeerd hebt, voorkom je dat deze later aangepast moeten worden. Zodra de S-koppelingen zijn geplaatst, moet de ruimte rondom de S-koppeling en de afgewerkte muur gevuld worden met sanitair kit. Een snelle tip: spoel nu water door de S-koppelingen. Dit zorgt ervoor dat de kraan op een later moment niet verstopt raakt. De warmwatertoevoer hoort volgens de voorschriften altijd links te zitten. Controleer dit nogmaals aangezien het water al stroomt. Nadat het spoelen is voltooid, kunnen de rosetten over de S-koppelingen worden geplaatst. Draai ze vast totdat ze gelijk zijn met de muur. Nu is het tijd om de thermostaatkraan te installeren. Controleer vooraf of de zeefjes zijn geplaatst, zoals weergegeven in de instructies. Let tijdens de installatie op de positie van de wartelmoer om ervoor te zorgen dat de thermostaatkraan waterpas blijft terwijl de wartelmoeren worden aangedraaid. Controleer dit nogmaals met een waterpas en pas zo nodig aan. Markeer vervolgens de afmetingen voor de wandbeugel zoals aangegeven in de instructies. Dek de kraan voor het boren af, zodat deze niet vuil wordt. Boor vervolgens het gat en schroef de wandbeugel op de wand. Nadat de wandbeugel met een schroef is bevestigd aan de muur, smeer je de O-ringen in. Een snelle tip: draai de inbusschroef eerst losjes in voor latere bevestiging aan de wandbeugel. Ten slotte, plaats de voorgemonteerde glijstang op de thermostaatkraan en lijn het uit met de waterpas en bevestig de glijstanghouder aan de wandbeugel. Als de wand niet helemaal tot aan de wandbeugel betegeld is, dan kan het verschil in diepte worden gecompenseerd op de glijstanghouder. Draai hiervoor de stelschroeven los. Lijn de glijstang uit met de waterpas en draai de stelschroef vast. Er zijn geen extra onderdelen nodig. De glijstang is nu correct bevestigd. Nu gaan we de douchearm alvast voorzien van een inbusschroef. Ook hier een snelle tip: draai voor nu de inbusschroef eerst losjes in, zodat je het later vaster kunt zetten. Plaats vervolgens de douchearm op de bovenkant van de glijstang en draai de inbusschroef vast. Controleer nu of de douchearm gemakkelijk heen en weer draait. Draai de inbusschroef iets losser, indien dit niet het geval is. Vervolgens bereiden we de installatie van de hoofddouche voor. Plaats het zeefje en de afdichtingsring in de hoofddouche, zoals in de instructies weergegeven, en bevestig de hoofddouche aan de douchearm. Lijn het vervolgens horizontaal uit.
Daarna zijn de doucheslang en de handdouche aan de beurt. Zorg er allereerst voor dat het zeefje aan de kant van de handdouche is geplaatst. Pak vervolgens het uiteinde van de slang met de kegelvormige moer en draai deze met de hand vast aan de handdouche. Plaats nu de handdouche in de houder. Schroef vervolgens het andere uiteinde van de slang op de aansluiting aan de onderkant van de thermostaatkraan en draai het vast met de hand. Perfect! Laten we verder gaan met de functionele test. Nu komt een van de belangrijkste stappen. Om onaangename verrassingen tijdens het douchen te voorkomen, moet de temperatuur worden ingesteld op precies 38 graden Celsius. Verwijder hiervoor de temperatuurgreep, zet het water aan, meet en stel de temperatuur nauwkeurig in door aan de blauwe as te draaien. Wacht kort na elke aanpassing om het thermoelement de tijd te geven om te reguleren. Voor extra bescherming tegen hoge temperaturen gebruik je het rode inzetstuk om de C-stop Plus, de maximum temperatuurbegrenzer, te activeren op 43 graden Celsius. Breng nu de markering op de temperatuurgreep in lijn met de 38 graden Celsius markering op de thermostaat en schroef de temperatuurgreep weer vast. Nu is het tijd voor de oplevering. Voordat de klus is geklaard, zijn er nog een paar dingen om te controleren. Klus geklaard. Dat was makkelijk. Jij kunt het ook.